Goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. We gaan vandaag praten over een show die op 27 april wordt gehouden in het NIS. Het is namelijk zo dat we vandaag in de studio hebben de heer Hans. Hij is de manager van Diamonds 2000. Dat is een band die in Nederland heel erg actief is, maar ook elk jaar even terugkomt naar Suriname om hun roots ook een beetje op te zoeken en hun fans te bedienen. En ze gaan dus een show hebben op 27 april in NIS. En meneer Hans is vandaag in de studio om met ons daarover te praten. What means a little Q-time? Welkom. Dank u wel. Het is wel leuk, hè? Als u de manager bent, kunt u alvast eventjes een voorproefje nemen en naar Suriname komen om alles te regelen voor zeker, zeker. Want, ja, het is koud in Nederland. Ja. Slecht weer. Dus als je hier komt, krijg je de warmte direct. En de mensen zijn anders. Het is niet een harde maatschappij als in Nederland. Ja, nee, het is sociaal. Anders. Ja, klopt, inderdaad. Ja. Nou, u bent dus de manager van Diamonds 2000. Ja. En heeft me net verteld dat de naam is eigenlijk afkomstig van het jaartal waarin de band is opgericht. Dat is namelijk het jaar 2000. Ja. Het is een band van alleen Surinamers of mensen van Surinamse afkomst? Nee. We hebben drie blazers. Ja. De ene komt uit Slovenië. Ja. De andere uit Bulgarije en de ene die komt uit Roemenië. Oké. Okay. En de andere jongens, we hebben de zoon van Harold Biervliet als bassist. Ja. En de andere jongens zijn de statiejongens. Ja. Oké. Okay. Dus het is toch een kleine multicultureel. Ja, wel heel mooi. En die mensen, die komen natuurlijk wel in contact met onze Surinaamse cultuur. En hopelijk dragen ze dat ook verder uit. Ja, maar muziek, grenzeloos, verstaat iedereen, hè? Grenzeloos. Ja, klopt, inderdaad. Oké, Diamonds 2000. Jullie zijn voornamelijk in Nederland heel erg actief. Ja. Vertel ons een beetje meer over de band. Wat voor repertoire spelen jullie? Wat voor optredens geven jullie? Nou, eigenlijk komt Diamonds 2000 voort uit de Indian Diamonds. Mm-hmm. Oké. Okay. Indian Diamonds die heeft ongeveer 16, 17 jaar bestaan. Mm-hmm. En toen ben ik 10 jaar gestopt. En in 2000... met Diamonds 2000 begonnen. En ons repertoire is heel breed. Westers, Bollywood, lokaal, de chutney muziek hier. Ja. Van Suriname, salsa, bachata, van alles. Ja. Maar zijn jullie een gezelligheidsband of zijn het echt professionele muzikanten? Het zijn professionele muzikanten. Ja. Maar amateurs. Oké. Okay. Ja, goede muzikanten, maar die ook gewoon naast het spelen ook gewoon een baan hebben. Ja, een baan hebben, ja. En eigenlijk alleen maar 's avonds en het weekend optreden. Ja, er zijn een paar geven les op de conservatorium. Ja. Oké. Oh nee, dan praten we inderdaad wel over professionele muzikanten. Ja, maar amateurs, hè. Amateurs, oké. Okay. Maar jullie komen toch wel elk jaar naar Suriname. Dus je hebt ook een Suriname fanbase. Ja, dat is er ook. En kijk, als wij gemiddeld... We zijn nu 21 keer geweest. Ja. En dan hebben we in december gemiddeld tussen de 13-15 optredens. Ja. Okay. En het hoeft niet commercieel te zijn, maar bedrijfsfeestjes, huwelijken... Verjaardagen, van alles. Oké, okay. Maar als jullie inderdaad niet commercieel dat doen, want december 13, feest in december, is natuurlijk best een hele volle agenda. Ja. Waarom kiezen jullie ervoor om een optreden in NIS te geven? Want het is toch wel iets heel wat anders. Nee, NIS, we krijgen een heel groot artiest. Mm-hmm. Uit India, Jubin. En wij zijn dan in de voorprogramma. Oké. Okay. Okay. Ja? Maar Jubin valt ook onder management? Nee. Okay. Zeker niet. Hij is te groot voor ons. Ja, oké. Okay. Maar Jubin, die ken ik helemaal niet. Dus u gaat ons wel een beetje kennis met hem moeten laten maken. Vertel ons een beetje meer over Jubin. Ja, Jubin is een Bollywood-zanger. Ja. Heel populair. Ik denk dat hij nu... Je hebt Ajit Singh en dan heb je Jubin. Die man heeft meer dan... 9 miljoen views en zo. Okay. Dus heel populair. Ja. Vooral bij de dames. Oké. Okay. Vooral bij de dames. Want we hebben hem 2 jaar terug in Rotterdam gehad. Ja. Ahoy. Ja. Er waren zo'n 2800 man. En er waren 2000 dames. Oké. Okay. Ja. Okay. A good looking guy. Good looking guy. Ja. Ja?
Oké, we zullen het van u aannemen. We gaan natuurlijk ook een clipje van hem laten zien. Ja. Maar is hij eerder in Suriname geweest? Nee, nog nooit. Oké, dus dat is de eerste keer. Eerste keer, ja. Maar wel ook populair, heel als, populair als Bollywood artiest. Bollywood artiest, ja. Heel populair, mm-hmm. Want hij is nu vertrokken naar Amerika, ja, voor 9 shows. Ja, oké. En dan komt hij eerst naar Zaandam, ja, en dan hier, en dan heeft hij nog 3 in shows in Engeland. Ja, dus dit is wel een hele mooie gelegenheid voor Diamonds 2000 om zich eigenlijk ook een beetje onder die leuke groep damesfans van Jubin te bekend, ja, te laten worden. Nee, wij zijn, mensen kennen ons. Mensen, ja, we bestaan al, ja, nu bijna 24 jaar. Ja. Dus, als je mensen met zo'n kennen populaire artiest optreedt, dan doet dat, ja, dan, natuurlijk dan, ook wel, ja, wat, dan, toch? Tuurlijk. Ja, voor de groep. Ja, ja. Zeker. Hoe zijn jullie in contact gekomen met het management van Jubin? Wie heeft wie gecontact? Kijk, wij hebben een samenwerking met Destiny Promotions, die evenementen doet in Nederland. Ja. En hier hebben wij Planet Casino, mm-hmm, als contrapartner. Ja. En Destiny, die had wel contacten in India. Ja, ja. Okay. Dus en Jubin is een keer voor ons geweest in Nederland. Ja. En nu na 2 jaar komt hij weer. Dus er is een band ontstaan. Ja, ja. Oké, okay, maar dat is eigenlijk vanuit jullie netwerk is dat gekomen. Ja. Want kijk, Suriname, hoe doet dat? Het is zo'n klein land. En eigenlijk maar 40% van onze bevolking is zeg maar Hindi, ja, en daardoor, ja, ook Bollywood georiënteerd, ja, ja, natuurlijk. Maar die Bollywood-industrie, ja, komt natuurlijk veel meer op de laatste tijd. Dat het toch wel voor zo'n artiest interessant is om eigenlijk naar zo'n klein land te komen. Dat vind ik altijd wel bijzonder. Ja, hij was toch een beetje argwanig. Ja. Maar we hebben hem overgehaald, ja, en gezegd, hij weet niet wat ik kan verwachten, ja, toch? Ja. Er zijn in het verleden Rafi geweest, ja, Lata geweest, alle top Bollywood zangers. Ja, ja, dat zijn er, ja, geweest. Dus hij is nog jong, dus hij reist. Hij moet de wereld, overal de wereld kennen. En Suriname, ja, hoort daar ook bij. En ja, de warmte van de Surinamers aanvoelen. Ja, meestal als we hier geweest zijn, dan hebben, ja, ze, dan willen ze graag, ja, terug. Ja, willen ze graag terug. Dus hopelijk kunnen we dat ook met hem bereiken. Ja, zeker. Maar ik vind het wel mooi dat we, ondanks het feit dat we zo'n kleine bevolking hebben, dat mensen op dat niveau het toch interessant vinden om zeker, daar te komen. Zeker. Maar dat komt door de Surinamers, hun netwerk, die ze natuurlijk... ja, maar ik zie dat er heel grote shows naar Suriname komen. Ja. Omdat de mensen hier van het leven houden. Sowieso. Ja, wij houden, ja, van het leven. En u zei het al, onze warmte is anders. Is anders, dat maakt ons, ja, dat maakt ons uniek. En ieder die naar Suriname komt, ja, ik zeg, laat me voorzichtig zijn. Ik denk dat 99% wel wil terugkomen met vakantie. Ja. Ja? Nou, laten we hopen dat het met meneer Jubin ook lukt. Ja, zeker. En ik wil u bedanken, want ik zei het al net. Het is goed ook dat het verkeerd, het netwerk van onze Surinamers in Nederland, die dit soort grote shows in Suriname mogelijk maken. Ja. En dat is natuurlijk wel heel fijn. Want dan staat Suriname, ja, zeker, toch een Suriname, in de spotlight. Ik was laatst in Utrecht, vakantiebeurs. Ja. Mm-hmm. En daar waren wat hotels en ook SLM. Mm-hmm. En we hebben toevallig daar ook opgetreden. Ja. Om Suriname te promoten. Op de vakantiebeurs. Ja, op de vakantiebeurs. Heel mooi. Heel dus, mooi. Heel mooi. Okay. Kijk, ik ben hier geboren, dus mijn 50% van mijn hart ligt hier. 50 maar? Ja, ja. Waar maar we het aan doen, hoor, de komende tijd. Ja. Ik ben al 50 jaar weg. Dus. Maar u levert uw bijdrage op deze manier. Ja, dat is natuurlijk, ja, zeker, heel fijn. Ik neem aan, de shows pas over enige tijd. Dat de informatie over de kaarten, dat nog nader bekend gaat. Nee, die wordt. Zijn al bekend nu. Oké, okay, ja, gaat u gang. Mag ik vertellen? Radio en tv. Mm-hmm. Ik weet het niet, want de contrapartner doet ze. Oh, oké, oké, oké. De kaarten gaan goed. Ja? Ja. Okay, maar ze ik, ben bang, ik ben bang, ja, dat als mensen te lang wachten, dat we ze moeten teleurstellen. Okay. Want het is maar 1 show. Ja, oké. Okay. Ja. Of anders moeten ze op het huwelijk uitgenodigd worden, toch? Ja, ja, van Jubin in India.
Ja. Nee, maar Diamonds is er ook bij natuurlijk. Ja, okay. En u zei het al, er is ook een eigen fanbase hier. Ja. Dus het wordt hopelijk een mooie collaboration die misschien ook in de toekomst meerdere mooie shows voorbereiden. Ja. Goed. Meneer Hans, hartelijk bedankt voor de informatie. We bereiden ons erop voor. U bent ruim op tijd. Dus de mensen kunnen hun outfit beginnen klaar te zetten. En beginnen te sparen voor de kaart. NIS 27 april. You win met in het voorprogramma Diamonds 2000. Ja. Ja? Nou zeker de Hindoestaanse dames. Of de Surinaamse dames. Ja, de Surinaamse dames. Altijd als ze naar een show gaan, moeten ze een nieuwe outfit hebben. Tuurlijk. Ja. Tuurlijk, dat zeker. En dat, dat zie je toch? U ook bedankt. Ja. U wil de Surinaamse dames warm genoeg maken dat ze op hun paasbest naar UN gaan kijken. Zeker. Zeker. Nou, dat is heel erg duidelijk. Ja. Dank u wel, meneer Hans. Okay. Succes met de voorbereidingen. Ja, dank je. En dan houden we het in de gaten op 27 april. Dank u wel. Ja? Oké. Okay. Bedankt voor het kijken naar deze aflevering van Q-Time. Meneer Hans vertelde over de samenwerking van Diamonds 2000, die in Suriname zal zijn eind april. En in het voorprogramma staan van de Bollywoodster Ewan. Houdt u de berichtgeving in de gaten voor uw kaartje. En alvast shop voor de outfit. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.